Renault Antwerpen. De auto's van stad. Fouad Belkacem wil trouwen in de gevangenis. De woordvoerder van Sharia4Belgium zit nog zeker een tijdje in de cel en heeft daarom een aanvraag ingediend om daar in het huwelijksbootje te stappen met zijn vriendin. Een Belgische vrouw waarmee hij in Boom samenwoont. Het koppel heeft al 1 kind en er is er een 2e onderweg. Als Belkacem evenwel hoopt dat hij door te trouwen de procedure om zijn nationaliteit af te pakken kan blokkeren, is hij eraan voor de moeite, verzekert justitieminister Annemie Turtelboom. Nee, dat verandert niks, omdat hij op dit ogenblik al de Belgische nationaliteit heeft. Dus hij heeft al een verblijfsvergunning. En dus het afnemen van de nationaliteit is in dit geval, heeft niks te maken met het feit of hij getrouwd is of niet. Er is ook in het verleden, zijn er al mensen uitgewezen geweest die toch getrouwd waren. En Belkacem het land uitzetten en uitleveren aan Marokko is nog altijd de bedoeling van de regering. Wel, het parquet-generaal is een volledig dossier aan het samenstellen om inderdaad zijn nationaliteit, het dossier voor te bereiden om zijn nationaliteit af te nemen. En het is uiteindelijk een onafhankelijke rechter die daarover zal beslissen. Maar het is wel voor ons als overheid, als regering, als openbaar ministerie de bedoeling om dat te proberen. In de nasleep van de rellen in Molenbeek ijverden premier Di Rupo en minister van Binnenlandse Zaken Joël Milquet ervoor om groeperingen als Sharia4Belgium te verbieden. Maar die felle woorden klinken intussen al een stuk minder luid. Open VLD'ers Bart Somers en Patrick de Waal lieten vandaag weten dat ze het verbieden van ondemocratische organisaties een zwaktebod vinden. De overheid kan zich beter richten op het harder aanpakken van individuele leden van de organisatie. Turtelboom is minder expliciet dan haar partijgenoten. Wel, ik denk dat je zoveel mogelijkheden moet hebben. Ik volg dit dossier al lang om ervoor te zorgen dat je toch wel nee kan zeggen. Zwat tegen deze organisaties, maar op zijn minst toch wel tegen de personen die er deel van uitmaken. En wij zullen de komende dagen zeer grondig analyseren op welke manier dat we de overheid meer mogelijkheden kunnen geven om hier rapper een halt aan toe te roepen.